10 jaar lang drukte hij zijn stempel op het onderwijs hier in Twente. Hij wil meer meiden en meer kleur in het techniekonderwijs. Hij trok van leer een beetje tegen oud-minister Bussemaker. Volgde ooit een cursus in Midden-Oosters leiderschap. Geen idee of we daar aan toe gaan komen. En hij heeft 3 honden. Geen causaal verband tussen die laatste 2. Maar voordat we naar onze gast op de bank gaan, kijken we eerst even naar wat de straat ervan vindt. Ik heb een vraag voor jullie. Deze meneer, wat denken jullie? Is hij stadsdichter, hondenfokker of bestuurder? Hij is goed te pas. Hij is goed te pas, zo ziet hij eruit in ieder geval. Maar als je hem zo ziet, wat denken jullie? Stadsdichter, hondenfokker of bestuurder? Stadsdichter. Stadsdichter? Wat denken jullie? Is hij stadsdichter, hondenfokker of bestuurder? Hondenfokker, 100%. Ja? Jullie denken dat allebei? Ja. Ja? Zeker van de zaak ook. Wat voor type honden? Oeh, ik denk golden retrievers. Golden retrievers, wel lieve honden. Ja, en waar dicht hij dan over? Wat is zijn specialiteit, denk je? Ik weet eigenlijk niet wat het is, maar dat denk ik wel. Planten. Planten. Hij dicht over planten. Ja, echt een natuurmens. Dan denk ik wel een stadsdichter. Stadsdichter, denk je, ja. Hij schrijft slimme gedichten. Ja, over de stad en over de streets. Over de stad en over de streets. Ja. Slimme gedichten over de stad en over de streets. Ja. Stadsdichter. Ja? Ja. Pure gok. Hoi, ook zin in een kleine quiz? Nee, maar ik kan wel even mee naar boven draaien. Want nou ben je het haasje natuurlijk, hè? Dan loop ik gewoon mee. Want ik heb wel, kijk, hier hebben we ook tijd om op de roltrap te staan. Ja. Is deze meneer stadsdichter, hondenfokker of bestuurder, denk je? Ik denk stadsdichter. Ja, hoe kom je daarbij? De achtergrond. Dat is een hele interessante argumentatie. Ja? Wat zit er in de achtergrond dat die stadsdichter blijft? Dat lijkt me een... Komt wat, ja. Zo. En daar dicht hij ook over, de stenen in de stad. Dat zou kunnen, ja. En zijn kleding. Bestuurder. Buschauffeur. Even tussen de bedrijven door. Deze meneer, is hij stadsdichter, hondenfokker of bestuurder? Bestuurder? Ja. Klinkt zeker? Ja, denk ik. Zo hij ziet lijkt hij eruit. Een beetje op ons voorzitter van het CVB. Hij lijkt op jullie voorzitter van CVB? Ja. Wie is dat? Dat is John van der Vecht. Hm. Hij lijkt blijkbaar een beetje op de voorzitter van het college van bestuur van ROC van Twente. Maar wie is hij echt, Ernst? Ja, dat is een hele goede vraag. Want welkom John van der Vecht trouwens. Ook welkom kijkers uiteraard. Dat heb ik net helemaal niet gezegd. Maar natuurlijk, kijkers van harte welkom. Wie is John van der Vecht echt? Ja, geen idee of we daar in een uur tijd achter gaan komen. Maar we gaan een poging wagen. Ja. Ja, mooi is dat, hè? Het was in het heetste de holst van de leeuw was dit. Ja, ik vond het wel mooi gedaan, ja, bij de gieterij goed, in hè? Engelo. Maar jouw poster hangt niet overal in het ROC rond, begrijp ik. Nee, nee, maar wel op een aantal plekken. Maar dit was ook een jongere foto, misschien dat daarin zit. Zou kunnen. En die hoed, die verhult natuurlijk die ook hoed, een en ja, ander. Ja, ja. Ja. Maar John van der Vecht, 10 jaar lang bestuurder geweest van het ROC van Twente. Ja, daar ben je formeel nog. Klopt. Want jij neemt... Binnenkort afscheid. 1 februari. Ja. Ja, gaat het stokje overdragen. Dan ga ik het stokje overdragen. Ja, dan zullen we het ongetwijfeld heel graag met je gaan hebben over dat ROC van Twente. En überhaupt over middelbaar beroepsonderwijs. Het onderwijs in het algemeen. Ja. Maar laten we eens helemaal bij het begin beginnen. John van der Vecht, geboren. En getogen in Zwolle. Ja. Zwollenaar, Blauwvinger van de huis 1951, 52? 59. 59. 59. 63, ja. 4, bijna 64 jaar. Ja. Onder de peperbus inderdaad. Ja. En daar opgegroeid eigenlijk. Wat voor gezin? Mijn vader die werkte bij Stork. En mijn moeder was huisvrouw. Woonde tegenover een banketbakker. Dus ze werkte wel eens wat in de winkel. Maar pa werkte, moeder zat veel thuis. Ja, en ving klassieke. Maar je vader werkte bij Stork in Hengelo dan? Nee, Zwolle. In Zwolle. Toen zat Stork in Zwolle. En ik woonde in de straat, dat is ook wel leuk, 4 huizen bij mij vandaan woonde een andere, als ik zo mag zeggen, bekendere Twentenaar. Die is veel bekender als ik. Dat was Ron Jans. Ik voetbalde altijd met Ron Jans. Oké, je hebt met Ron Jans gevoetbald. Zijn samen opgegroeid. Hij woonde 4, 5 huizen van mij af. Ja, en wie was er beter? Ja, helaas hij. Toch wel? Ja. Het is niet zo dat je achteraf op je hoofd krabt en denkt van had ik toch maar die voetbalcarrière. Nee, dat was mij niet gelukt. Nee. Volgens mij hebben we samen in de D'tjes en de E'tjes gezeten. En toen ging hij naar C1 geloof ik en ik naar C2. Dus dat zat er voor mij niet in. Maar is er nog contact?
Nee, nee, ik heb hem eigenlijk helemaal uit het oog verloren. Tot die trainer bij, toen ik hoorde dat hij weer trainer bij Twente was. En je volgt hem natuurlijk wel een beetje. En hij is ook leraar geworden, Duits oorspronkelijk. En toen naar trainersvak gegaan. Ja. Ja. Maar een hele, de Pierik, Assendorp en Zwolle zijn ja, helemaal middenstandsbuurten, volksbuurten. Ja. Hey, en politiek of kerkelijk, maatschappelijk, betrokken, geëngageerd op de een of andere manier? Nee, rotschappelijk van huis uit. Maar dat doe ook ik al? Ja, dat doe ik heb vier katholieken op de bankje dit jaar. Is dat zo? Ex-katholieken dan in ieder geval, ja. Maar wel, ja, ik doe daar eigenlijk niks meer aan, om het zo maar te zeggen. Ja, heeft verder... Ja, nee, dat snap ik. Ik doe er niks meer aan de zin van kerkgang of iets ja. In die sfeer. Maar goed, je krijgt wel een soort van kijk op de wereld, set van waarden en normen, dat soort dingen mee. Is daar iets van beklijft of is dat allemaal in rook opgegaan? Ja, daar denk je natuurlijk wel zo'n terug van wat is er van over. Ik denk wel een groot rechtvaardigheidsgevoel krijg je daarvan. Ja. En ook wel ja proberen, ja dat klinkt wel wat pathetisch, maar proberen het goede te doen. En de maatschappelijke betrokkenheid misschien, ja, dat ook wel, zit ook wel in... We doen daar een beetje laatdunkend over. Dat klinkt dan pathetisch. Nou, probeer het goede te doen. Volgens mij begon de filosofie daar ook mee. Hè? Het goede, het ware en het schone. Er is niks mis mee, John. Nee. Oh, dat vind ik ook niet. Nee. Ik vind het nog steeds heel nobel. Ja. Ik moet ook zeggen dat ik wel een aantal... ik ben ook helemaal niet... laat maar zeggen, ik heb wel eens een paar jaar een bedrijfje gehad met vrienden. Ja, dat vond ik eigenlijk niet zo leuk. Ik vond eigenlijk de maatschappelijke kant veel leuker. Dus dat ben ik ook altijd blijven doen. En zo ben je denk ik ook opgevoed. Ja. Hey, want je hebt uiteraard lagere school, middelbare school. Wat voor leerling was jij? Een vlijtige, gehoorzame, plichtsgetrouwe leerling? Ik benijd mijn docenten niet. Ik was volgens mij een vreselijke leerling. Oh, okay. Ik heb uiteindelijk in het voortgezet onderwijs, ik ben ook zo'n afstromer van 3 VWO naar 4 HAVO. Omdat ik liever buiten speelde, liever voetbalde of andere dingen deed dan dat ik eigenlijk leerde. Ook wel een aantal dagen geschorst en van school gestuurd en alles wat erbij kwam. Maar net nooit over het randje. Ik bedoel, ik ben altijd wel, ik heb gewoon mijn diploma gehaald, 5 HAVO en dingen gedaan. Gelukkig wel. En dus in die zin een normale schooltijd. Ook ik moet zeggen, een heel prettige jeugd gehad in Zwolle en een beetje geluk, denk ik altijd wel. Ja, zeker. Dat is nou ja, voorrecht. Dat is een van die dingen die je echt niet in de hand hebt natuurlijk. Nee. Hey, veel aan teruggedacht, want je hebt natuurlijk toch een onderwijscarrière achter de rug. En dan kom je veel van die leerlingen tegen natuurlijk. Die ook liever voetballen en vogels kijken en weet ik wat ze allemaal doen, behalve schoolwerk. Ja, ik moet daar inderdaad wel eens aan terugdenken. Want ik zat dan op de Jozefschool in groep 8 en dan kreeg ik een schoolkeuzeadvies. En ik had er 2, dat was hij moet boswachter worden of automonteur. en daar moet ik nog wel eens aan terugdenken, want ik denk daar zit... Toen, dat was natuurlijk ingegeven ook dat ik graag buiten was en dingen deed. Ja. Maar ik moet er nog wel eens aan terugdenken, ja, er zit ook, ik denk nog steeds, er zit wel een kern van waarheid in. Had best kunnen gebeuren. Ja, want ik moet zeggen dat als ik niet het werk doe wat ik doe, en het liefst buiten ben of dingen doe, of ik ben ook wel een beetje een mbo'er, zeg ik altijd. Ik kan het soms nog steeds graag of maak dingen zelf. Ja, of, dus het beeld van die man met die hoed en hondenfokken. Ja, hondenfokken, ja. Het had maar zo gekund. Het had maar zo gekund, ja. Leuk was dat. Ja, hartstikke leuk. Hey, ik begon net een beetje, ik ben toch benieuwd. Want je hebt ergens, we gaan er niet uitgebreid, daar kunnen we niet uitgebreid over hebben. Maar je hebt ooit een cursus leiderschap in het Midden-Oosten gevolgd. Ja, klopt. Ja. Had het maar zo kunnen zijn dat 20 jaar was misgelopen of andersom? Nee, maar dat had een heel andere achtergrond. Wij hadden toen, wij hebben natuurlijk in het ROC best ook een heel gemengde, heel diverse populatie. Ja. Ik zeg altijd, wij zijn een kleine stad van Twente. We hebben 20.000 studenten. En niet alleen in de gieterij, maar ook op andere plekken. En daar zit natuurlijk ook gelukkig iedereen bij van verschillende achtergronden. Ja. En dat was voor mij wel een heel betekenisvol moment. Je had toen de aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs, et cetera. Toen was er op een gegeven moment 1 minuut stilte, werd door Rutte afgekondigd. Het hele land zou 1 minuut stilte. En je moet je voorstellen dat dat voor ons in een onderwijssetting met 20.000 studenten best spannend is. Hoe gaat dat dan? Ja. Want het krioelt bij ons altijd, er wordt altijd geschreeuwd en geroepen. Het is hartstikke gezellig en ik kan er ook van genieten. Maar ik zat best te denken, hoe gaat dat nou 1 minuut stilte? Je zag net de beelden van de gieterij, roltrappen en alles en balustrades. Ja. En het was perfect 1 minuut stil. En daar was ik wel heel erg van onder de indruk. Maar ik kreeg ook mailtjes van studenten met een heel andere achtergrond, later en eerder. Die zeiden, ja, maar waarom hebben we nu 1 minuut stilte wel?
En waarom dan niet bij die aanslag in Istanbul op een moskee? Of niet later waar evenveel doden bij een andere aanslag zijn? Waarom is dat nou... En toen heb ik dat stuk of 8. En ik denk, nou, zoveel studenten, dat zag je ook al in de beelden, die kenden de voorzitter van het college van bestuur niet of mailen er niet toe. Maar toen heb ik denk, weet je wat, ik nodig die uit voor een gesprek. En toen heb ik daar lang met ze over gepraat. En je denkt dan altijd, je denkt soms, ze roepen dat, hè. Maar ze hadden dat... Die meenden dat. Ontzettend goed doordacht ook. Ja, van waarom wel niet? En het ging om westerse normen, waarden, waarom dat dan wel niet? Daar was ik echt van onder de indruk. En toen dacht ik, om op jouw vraag terug te komen, ik moet daar meer van weten. Ik weet zo weinig van die achtergrond van die studenten. Dus toen heb ik die Middle East course was gaan. Dan ging je naar Jordanië, Israël, ben er ook echt Libanon. Geweest. Dat was onderdeel Dat was voor mij heel leerzaam. Ja. En ik heb er toen aan gekoppeld dat elke keer als ik daar geweest was... en we daar achtergronden hadden gehoord van die historie van de Palestijnen... van de Joden, van de Libanezen... koppelde ik daar terug naar een groepje studenten bij ons. Gewoon een willekeurige groep had ik gevraagd. Nou, wie jongeren met een Turkse... oorsprong of achtergrond, ja. Marokkaanse. Ik zei, daar wil ik met jullie wel eens over praten van hoe werkt dat nu? En dat heeft mij dat is al een aantal jaren geleden, maar heeft me ontzettend gefascineerd. Wat heeft het je gebracht? Wat heb je daaruit opgestoken? Dat ik vind dat we veel meer oog moeten hebben voor diversiteit, ook in de achtergronden. Ja. En Twente heeft dat, ik heb hiervoor ook in Almere gewoon en gewerkt. Dat was nog wat diverser. Maar in Twente is het natuurlijk ook wel. En ik denk dat we daar echt... Ik vind dat we daar beter naar zouden moeten luisteren. Dat doen we ook gelukkig meer. En dat we meer oog daarvoor zouden moeten hebben. Ik vind ook de hele migrantendiscussie vind ik volstrekt ontaard. Maar dat is een ander thema. Nou ja, laten we even doorgaan. Waarom niet? Want? Ja, ik zeg wel eens, als je nou ziet dat wij 20.000 studenten hebben, dat daalt naar 17.000. Als je ziet hoeveel tekort... Het is gewoon demografisch. Het is gewoon demografisch. Ja, okay. Maar er worden minder kinderen geboren. Je ziet het nu al in het voortgezet onderwijs. Als je dan vervolgens ziet hoe groot het tekort aan personeel is. En hoeveel mensen nog met pensioen gaan zoals ik. Hoe denken we dan de vredesnaam alles te maken in Twente? Dan denken we hebben zo'n mooie maakindustrie. Daar floreren we bij. Dan denk je, ja, volgens mij kan het niet anders. Dan dat je met arbeidsmigranten of anderen ook de ruimte geeft om hier een bestaan op te bouwen. Ja. Dus ik denk dan al, laten we daar niet zo spastisch mee omgaan. Een hele pragmatische insteek zeker. Is wel ook een programma. Ja. Even los van de vluchtelingen uit oorlogsgebieden, maar ook met arbeidsmigranten uit andere gebieden waar misschien geen oorlog is. Ik denk dat je er anders naar moet kijken. Ja. En daar komt dan, ik las daar natuurlijk het een en ander gelezen. Alhoewel, er is heel veel functioneel over jou te vinden. Of heel veel, toch best wel veel. Maar een van de dingen daaruit is dat jij meer meisjes en meer mensen van kleur in dat techniekonderwijs wil. Ja. Want we hebben ze gewoon nodig. Ja. Dat is wat je zegt feitelijk. Ja. Ja, je ziet in de techniek natuurlijk toch heel veel jongens. Gelukkig nu wel wat meer meisjes, maar nog maar marginaal, vrouwen. Ja. Ik heb me daar een keer wel in verdiept samen met anderen. En dan zie je bijvoorbeeld dat de textielindustrie hier in Twente, de metaalindustrie, bijvoorbeeld bij jongeren met een multiculturele achtergrond, die gaan gauw commercie of ondernemen. Ja, de schone beroepen. Ja, de schone beroepen, ja. Blue collar work. Ja. En de moeders schijnen dat heel sterk te bepalen. En die hebben het beeld van hun vader of die in de fabriek werkte, een vieze beroep. Ja, komt daarin het rechtvaardigheidsgevoel ook terug? Dan gaan we dit blokje even zo afsluiten. Maar ja. Dat rechtvaardigheidsgevoel in de zin van al die gasten moeten mee kunnen doen. We hebben ze ook nodig, maar ze moeten ook mee kunnen doen. Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat iedereen een plekje zou moeten hebben. En er is ook voor iedereen een plek. Ja. En daar moet je niet zo. En dat geldt ook zeker voor de MBO. Daar komen we denk ik hopelijk nog wel op voor de MBO in de breedte. Die moet ook een plek hebben. Gaan we het zo over hebben. Ja. Prima. We maken even een break. We gaan even naar een muzikale onderbreking. En dat is vandaag Chris Egbers onze gast. Ik vind dat echt heel leuk, Chris. Welkom. Leuk dat je er bent. Jij gaat voor ons Lost in Space spelen en zingen. Klopt. Ja. Maar daar heeft ook wel een achtergrond. Ik heb eigenlijk net mijn studententijd achter de rug. Ik ben in de zomer afgestudeerd. En die periode heb ik ervaren als in dat er heel veel vrijheid was. En dat de wereld aan mijn voeten lag. Maar dat me soms ook wel benauwde. Omdat ik ook de druk voelde om er dan ook iets van te maken. Een soort prestatiedruk eigenlijk. Chris Egbers met Lost in Space. Yes. Always hope for this day to come, now I'm on my own.
got the world at my feet and I am free to move on. But all that I do is an influence on my future be. So I better be careful not to kill my own dreams. Feeling like I'm lost in space again. Why can't I enjoy the freedom? Floating on a dream but failed to swim. Why can't I embrace the feeling? I'm not looking back at the things I achieved. I rush forward, blinded by desire. I am messing around. People are saying that diamonds are made under pressure. But what if that pressure is keeping me down? Feeling like I'm lost in space again. Why can't I? Myself now, when I think ahead too much, I am pulling myself down. I'm gonna pick it up where I started, gonna free myself. Feeling like I'm lost in space again. Why can't I enjoy the freedom? Floating on a dream, it failed to swim. Why can't Chris met Lost in Space. Ik ben fan, Chris. Hartstikke mooi. Dankjewel. Ja, zeker. Ja, goed hè? Ja. Je bent de eerste gast die van die nootjes eet. Oh, ik ben gek op nootjes. Dat kun je wel zien, denk ik. Je mag zo rustig naast je neer. Hey, je bent niet onmiddellijk hier in Twente terechtgekomen. Er is een omweggetje gehad, onder andere Almere. Maar je bent ook niet onmiddellijk in het onderwijs terechtgekomen, volgens mij. Gemeentesecretaris geweest. Ja, maar ik ben eerst wel in het onderwijs begonnen. Ik heb mijn pedagogische academie gedaan. Toen had je eind 70 jaren nauwelijks werk in het oosten van het land, in Zwolle. Dus toen ben ik naar de Randstad gegaan. Ja. Daar ben ik leerkracht geweest, 7 jaar in het basisonderwijs. En ik dacht al snel, ik vond het hartstikke leuk om te doen, maar ik denk, dit blijkt niet op mijn 65 te doen. Dan moet ik die kinderen niet aandoen. Dus toen ben ik... Dat was je al vroeg achter. Dat was ik al vroeg achter. En ik had een paar collega's die deden avondstudie. Dus toen heb ik MOA onderwijskunde, MOB onderwijskunde en doctoraal 's avonds gedaan. En toen ben ik bij gemeente gaan werken inderdaad. Dus ik heb een heel blok inderdaad de jaar of 18 wel gemeente gewerkt. Enschede ook, 6 jaar sectorhoofd onderwijs. Ja, dat had ik gehoord. Er zitten wat hiaten in je LinkedIn profiel. Okay. Ik weet niet of je het erg vindt, maar er stond Enschede niet tussen. Nee, klopt. Ik heb ook 6 jaar bij de afdeling onderwijs in Enschede gewerkt. En heel lang in Almere. Ja. En Hilversum inderdaad, gemeentesecretaris en directeur. Ja, en toen bij de Almeerse scholengroep. Ja, het openbaar onderwijs was altijd onder regie van de gemeente, is verzelfstandigd. En toen vroegen ze iemand die twee kanten kent. Ja, ik kende de gemeente, ik kende het onderwijs. Ja, dat is een voordeel, kan je uit. Het is een open deur waarschijnlijk. Ja. Of is het ook beperkend misschien? Dat je iets te veel begrip hebt voor die onderwijs? Nee, toen niet. Kijk, de huisvesting voor primair en voortgezet onderwijs zit bij gemeente. Ja. Ja, dat weet je dan wel. Je kent een beetje de mores en hoe het loopt. Ja. En het was in mijn woonplek. Ik heb 18 jaar in Almere gewoond, 20 jaar bijna. Jo. Dus dat was mijn woonplaats uit. We zijn nog aardig uitgekomen dan. Ja. Dat is heel flauw. Ik moet dat er altijd bij zeggen, dat is dan weer jammer. Maar. Almere heeft best een paar mooie plekken, dus daar hangt een beetje vanaf waar je zit. Hey, maar uiteindelijk gekozen voor het ROC van Twente. Ja. Wat was de afweging? Waarom? Nou, ik had toen ik in Almere werkte bij de Almere Scholengroep, had ik ook wel ook veel VMBO-scholen in het VO. En dat vond ik altijd wel een heel aantrekkelijk takken. Beroep leren kennen, met je handen werken.
zal toch ook wel iets te maken hebben met mijn eigen achtergrond. Van dat ik gewoon dat leuk vind om te zien. De garageman met de montuur. En ik vind het heel knap hoe mensen dingen kunnen maken. Ja. Wij kinderen waren de deur uit, of bijna de deur uit. En wij hadden zoiets van, ja, we willen altijd wel een keer terug naar Zwolle of het oosten van het land. Twente, ik ging ook wel vaak wandelen in Twente. Gewoon een hartstikke mooie streek, gewoon Twente. Zal niemand ontkennen. Dus toen kwam die vacature, denk ik, goh, PO, VO gedaan, gemeente, MBO lijkt me ook wel hartstikke leuk. Dus ja, toen gesolliciteerd en nou, van het een komt het ander. Je bent het geworden. Hè? Dat is geworden, ja. We schrijven bijna 10 jaar geleden inmiddels. Ja. Hey, en ik kreeg echt op het hart gedrukt, ik moest ROC van Twente zeggen. Ja. En dat van, is dat jouw dingetje? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Dat vermoeden had ik ook. Kijk, ik heb altijd ik weet niet of je de reclame van Klaverbladverzekering kent. Hè? Het motto is een beetje groot geworden door normaal te blijven. Ja. En ik vind al die fancy namen van collega's, en daarmee wil ik ze niet tekort doen, denk, waar gaat het over? We zijn gewoon een regionaal onderwijscentrum en we zijn van Twente, want we doen het voor Twente. We zijn de enige onderwijssoort, enige opleiding, mbo'ers, die mbo'ers opleidt voor heel Twente. Dus we zijn ook van Twente. En dat wil ik ook graag zijn. Ja. Ik vind dat we echt een rol hebben om te zorgen dat bedrijven, ziekenhuizen, wie dan ook in Twente, ook goed opgeleide mensen krijgt. Dus in die zin zijn we echt van Twente. En ik heb ook wel een beetje dat Gallische dorp in me. Dat denk, ja, koester dat dan. Dan gaan we dat niet in een fancy naam doen. Dat werkt helemaal niet. Nee, ik ben dat volstrekt met je eens. Ik vind volslagen onnavolgbare namen die je tegenwoordig tegenkomt. Daar heb ik geen idee waar het over gaat. In die zin is ROC van Twente is wel helder. Gewoon duidelijk. Ja, dat is wel duidelijk. Ja, ja klopt. 10 jaar ROC. Nou ja, dat is een van die stempels die jij op het ROC hebt gedrukt. Dat mogen we zeggen. Andere dingen te noemen waarvan je zegt, van, nou, in die 10 jaar, dat is toch wel echt van der Vecht. En dat stempeltje zit op die onderwijsinstelling. Ja, ik denk dat we de samenwerking met alle partijen in Twente, daar heb ik me wel echt hard voor gemaakt. Ja. Of het nou in de Twente Board is of andere dingen. Maar in ieder geval dat je zo. We hebben 12.000 leerbedrijven. Dus we hebben een relatie met 12.000 bedrijven in Twente. En ik vind dat die goed moet zijn. En ik zeg altijd, we zullen altijd in opleiden een beetje een achterstand hebben op het bedrijfsleven. Daar kun je bijna niet omheen. Dat innoveert gewoon veel sneller. Maar die achterstand moet zo klein mogelijk zijn voor studenten. Zodat de overstap makkelijk is. Dus ik vind dat met die relaties heb ik er wel heel sterk voor gemaakt. Ik denk dat het ook goed gelukt is. Ja, en we hebben gelukkig zijn we het beste grote ROC van Nederland en landelijk nummer 3. Ja, dat vind ik ook wel belangrijk. Gewoon elke dag een beetje beter. Het prikkelt me, want dat las ik. Daar kom ik zo meteen. Dat beste grote. Gaan we even onthouden. Nou, eerst daarvoor nog even de vraag. Want welke stempel heeft het ROC van Twente op John van der Vecht gedrukt? Wat ga jij nooit meer kwijtraken? Nou, ik ben ontzettend van het mbo gaan houden als vakmanschap. Dat zit in allerlei dingen. Dus we zijn de landelijke Nederlands kampioenschappen vakmanschap. Ik kan daar mateloos van genieten als iemand iets maakt. Ik heb de uitnodiging voor mijn afscheid. Heb ik studenten media vormgeving. En een soort competitie hebben die dat gedaan. En dan maakt een tweedejaars student een uitnodiging die mij zo typeert. Dat ik denk, ontzettend knap. Iemand die 16, 17, het 17 jaar, die heeft liefde voor dat vak. Net zoals Chris voor muziek heeft, denk ik. Ja. En die maakt dan zo'n uitnodiging. Ja. Dat vind ik perfect. Ondergewaardeerd fenomeen, hè? De waardering van vakmanschap. Gaat straks nog wel even over hebben. Goed. Hey, maar het beste grote ROC van Nederland. Het beste, volgens wiens maatstaf is dat? Is dat de maatstaf van de staat of van John van der Vecht? Beide misschien. Nee, kijk, die ranglijstjes zijn relatief. Hè? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Je hebt zoveel ranglijstjes dat ik denk, ja, waar sta je? Waar ik wel heilig in geloof. Ze nemen studententevredenheid mee. Ze kijken naar je examenresultaten. Ze proberen zoveel mogelijk gegevens samen te pakken. Mm-hmm. En ik geloof. Dat gaat over de onderwijsinspectie. Toch? Ja, dit is dan de keuzegids. Dat is gewoon een onafhankelijke redactie. Die maakt dat dan. Die gebruikt ook inspectiegegevens. Hè, maar die kijkt ook nog breder. Die kijkt naar opleiding. Kijkt ook naar je omvang. En ik vind het. Ik geloof er wel in dat je niet voor niks, laat ik maar zeggen, in de top 10 staat. Of je nou eens 3 of 4 bent of 1. Ja, kun je altijd over discussiëren. Maar je maakt mij niet wijs dat als je ergens onderin hangt, dat je het goed voor elkaar hebt. Ja, weet je, ik stel de vraag een beetje omdat ik wel eens het idee heb dat we in onze maatschappij dingen meten. Volgens een bepaald meetlatje.
En dat we dan op papier, weet je, dat ziet er allemaal hartstikke goed uit. Alle vinkjes staan goed, stoplichtjes staan op groen. Maar dat wil nog niet altijd zeggen dat het in de werkelijkheid ook echt zo is, hè? Het is ook wel soms een papieren werkelijkheid. Dus het kan zelfs gevaarlijk zijn. Dat is wat ik bedoel. Ik wou het niet zo bouw vertellen. Het is een vriendelijk gesprek. Nee, maar ik vind ook altijd dat is... Het is wel belangrijk, maar het is ook het begin van het gesprek. Ik bedoel, dat vind ik ook bij teams bij ons. Ja. We hebben natuurlijk ook wel eens teams die slecht scoren op examenresultaten. Maar dat is niet altijd slecht. Hè. Je hebt bij ons een hele grote voortijdig schoolverlaten. Studenten die eerder van school afgaan. Dat kan heel hoog zijn. Dat is een slecht cijfer. Maar als dat is omdat ze bewust wisselen van een opleiding of een andere keus maken of denken van, goh, daar ligt toch niet mijn hart, ik wil wat anders gaan doen. Of met is dat een jaar prima. Extra een veel betere eindresultaten behalen of zo, toch? Maar ik geloof wel dat meten weten is. Ik bedoel, je moet die gegevens wel hebben om het gesprek met zo'n team te hebben over hoe komt het dan. Ja. En doe je dat bewust of niet? Ja. Snap ik. Hey, en dan nog even naar dat grootste. Dan kom ik ook een beetje op minister Bussemaker uit waarschijnlijk. Hoe belangrijk, want jullie zijn echt een grote instelling. 20.000 leerlingen, ik geloof 48 locaties, meer dan 2.000 personeelsleden. Dat is echt een joekel. Dat is een enorme mammoetdenker. Dat zal ongetwijfeld voordelen hebben. Die heb jij volgens mij ook altijd wel benoemd. Maar hoe is dat joh? Is dat het model, is dat belangrijk dat het groot is? Nou, ik denk niet dat grootte op zich belangrijk is. Ik denk wel dat de grootte ons het ook mogelijk maakt om soms kleine opleidingen overeind te houden. Dus wij doen ook een opleiding technicus houden reparatie, waarbij je bijvoorbeeld oude Twentse hoeven repareert. Echt dat hele grote handwerk. Dat is echt ambachten, heb je het over. Dat is prachtig, maar er zitten 15 studenten in. Ja, dat is eigenlijk een veel te dure opleiding. En die kun je daardoor wel in stand houden. Ik denk dat Twente gewoon een behapbare schaal is. En ik denk dat concurrentie tussen 2 of 3 instellingen alleen maar slechter zou zijn. Daar word je ook niet beter van. Mm. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je een hele platte organisatie hebt. Want hoe bewaak je in zo'n kolos voor leerlingen? Want daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk. Toch het gevoel van gekend zijn, veiligheid, gezond leerklimaat. Wij hebben ongeveer, zeg maar even afgerond, 80 onderwijsteams. En kijk, hoe je ook naar mij kijkt. Gewoon voor een student is het belangrijkste het onderwijsteam waar die is. Dus als jij verpleegkundige bent, of voor verpleegkundige wilt worden opgeleid. Ja, dan zit je in dat team met die docenten. Ja. En dat zijn een man of 20. En die zijn voor jou het belangrijkste. Die hebben ook in onze gebouwen vaak een eigen plek. Een mbo en een vmbo van 16 die bij ons binnenkomt in de grote gieterij. Ja, die moet niet verdwalen. Dus die gaat naar een vaste plek, daar zit hij de eerste tijd. Die heeft niet zoveel met de rest van de gieterij te maken. Nee. Dus ik ben ervan overtuigd dat je dat team centraal moet stellen. En als daar maar dat het ook kan in zo'n groot instituut. Want je hebt ook met planning, met control, je moet het allemaal in de gaten houden. Managementverantwoordingen. Ik vind als je het wil, kan het, zeg ik altijd. Maar het vraagt wel energie. Het vraagt niet veel energie, ja. Wij gaan ook altijd, dat kost best veel energie. Wij gaan ook altijd elk jaar proberen, los van corona, op bezoek te gaan bij elk team. Want je wilt weten wat daar gebeurt. Maar daar wordt het verschil gemaakt voor een student. Ja, dat is ook zo. En dat moet je faciliteren. En ook de conciërge is belangrijk, die je vriendelijk te woord staat. En de sfeer in gebouwen. En, ik noemde oud-minister Bussemaker natuurlijk even. Ik las een vlammend, maar dat was toch een prikkelend artikel. Want ze had het over leerfabrieken. Ja. En dat prikkelde jou volgens mij. Ja, omdat ik denk dat daar wordt te makkelijk. Dat wordt te makkelijk gezegd. We hebben altijd klein binnen groot of flexibel binnen groot. Dat zijn de teams hoog in het vaandel gehad. En ik denk, en dan misschien ook door mijn achtergrond in primair en voortgezet onderwijs. Ja, ik zie ook wel, doordat je groot bent, kun je ook wel bijvoorbeeld docententeams heel goed faciliteren. Toen bij ons corona kwam, hadden we in no time alles digitaal geregeld. Ja, nou, dat zijn de voordelen. Dus je moet zie je nadelen ook of niet? Ja, dat is dan die inzet die je moet plegen. Ja. Ik denk als een student kan ook makkelijk verdwalen of verzuipen in zo'n instelling. Ja, het is ook een beetje, we zien schaalvergroting op alle gebied. De EU zou je kunnen beschouwen als een soort van schaalvergroting. Gemeentes die fuseren, onderwijsinstellingen. Het wordt ook wel steeds abstracter. Dat mensen, leerlingen op jou niet kennen, zegt natuurlijk ook wel iets over die schaalvergroting. Je zit zo ver weg. Ja, maar ik denk de nadelen van inzet of zo, maar het is wel een effect. Ja, maar als je terugplaatst naar als jij die student bent, ben ik ook helemaal niet belangrijk. Voor die student is belangrijk zijn collega-student en zijn docenten. Ik niet, hè? Ik bedoel, dus ik kan alleen maar zorgen dat die
docenten het zo goed mogelijk doen. Ja, ik heb ook niet de indruk dat je het heel erg vond. Dat, nee, vond het leuk. Vond het heel grappig. Ja, ja. Nee, maar ik vind dat juist een risico. Ja. Als ik moet niet bekend zijn. Er moet gewoon goed onderwijs gegeven worden. Ja. Dus dan is mijn bekendheid is relatief. Ik moet bekend zijn als ik iets voor elkaar wil hebben in Twente. Met collega's. Ja, dus op een ander domein moet je bekend zijn. Dus ik geloof er wel heel erg in dat je dat in een grote instelling klein kunt houden. En vaak als je zag die opname wel, maar viel mij in het begin op als ik aan studenten vroeg, waar zit je dan? Dan zeiden ze ook niet op het ROC van Twente. Dat kenden ze dan vaak wel. Nee, ik zit op de Gieterij in Hengelo of ik zit in de Wierdenstraat in Almelo. De locatie, ik zit in Torbeck, de locatie, de Sumpel. Ja. Dat is voor hun de school op dat moment. En dat is prima. Ja. Helder. John, dan gaan we even naar een muzikaal intermezzo. Chris Egbers wederom opnieuw. Ja, weet je, ik heb dat in andere afleveringen niet op die manier gedaan, maar ik ben toch benieuwd. Want jij gaat nu voor ons zingen Truly. Truly Living Now. Living Now? Ja, klopt. En ook dat heeft een reden. Ja, klopt. Ja, ook dit liedje gaat eigenlijk over mijn studententijd. Voor veel mensen is het de mooiste tijd van hun leven. En ik ben nog te jong om echt te zeggen of dat ook zo is. Maar ik heb het wel ervaren als een tijd waarin ik echt leefde voor mijn gevoel. Het zat vol met pieken, maar ook met heel veel dalen. En daardoor voel je wel echt mens, vind ik. Heel even benieuwd, John, want jij bent wat ouder. Studententijd, mooiste tijd van je leven, zeg je. Nou, er komen nog heel veel andere mooie tijden. Even er komen Chris. Nog heel veel andere mooie tijden. Ja, ik ben wel benieuwd welke studie je gedaan hebt dan. Het conservatorium heb ik gedaan. Oké. Ja, niet bij jou. Nee, dat hebben we niet in huis, nee. Chris Egbers, Truly Living Now. Always felt there was this void between my heart and me. Watched the fire burning high, but didn't feel the heat. I'm starting to feel that what I do is right. Find what makes me what I am and stir the flames inside. I'm feeling the love now that my heart's finally open. I'm feeling the pain now that I'm no longer known. I cry out my eyes with tears of joy and sorrow. Now that I love. Living now. And I will stir the fire up. Sometimes I feel it burn. It hits me harder than before, 'cause now I don't stand up. I'm not afraid of the pain as long as it is true. Staying close to the flames is what I need to do. Feeling the love now that my heart's finally open. Feeling the pain now that I'm no longer known. I cry out my eyes with tears of joy and sorrow. Now that I love them both, I'm truly living now. There was this void between my heart and me. But now I stirred the fire up and I enjoy the heat. I'm feeling the love now that my heart's finally open. Feeling the pain now that I'm no longer known. I cry out my eyes with tears of joy and sorrow. Truly.
Chris Egbers, a truly living now. Dankjewel. Dankjewel, prachtig. Zo, kun jij zo zingen, John? Nee, helaas niet. Nee. Ik moest op de Pedagogische Academie met blokfluit spelen. Die heb ik daarna gelijk weggegooid. Sorry, Chris. Ja, dat is blokfluit. Kan heel mooi zijn, maar het moet echt goed kunnen spelen. Ja, moet goed kunnen. Ja, dat zijn er maar weinig die dat echt kunnen. Ja. Ik had een hele set vragen voorbereid en ik kreeg vanochtend de tip dat gisteravond bij Bol onze minister Robert Dijkgraaf vurig pleidooi hield voor ambachtelijk onderwijs, mbo. Ik denk, ja, ik ga mijn vragen omgooien. Maar een van de dingen, want ik ben heel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Ik vermoed dat jij, heb je het gezien? Ja, ik heb het gezien toevallig. Ja, ja. Ja. De tranen in je ogen voor de tv gezeten ongeveer? Nou, eigenlijk als je het vraagt, ja, ik zeg je bijna wel, ja. Weet je, ik vond het echt, nou ja, misschien is dat ook soort de revelatie van een bewindspersoon met visie en met passie. Ja. Dat alleen al, dat moet je best zoeken tegenwoordig. Nou, het knappe van hem vind ik, kijk, ik ben vurig pleitbezorger van de mbo. Ja, dat was helder. Maar hij ook. Hij ook. En als je vervolgens, als je hem, maar de manier waarop hij dat uitdrukt. Hij zei dus, ja, ik vind dat iedere jongen die op een gegeven moment een keuze maakt, die heeft een waaier van mogelijkheden. In plaats van de sociale ladder. Ja, in plaats van ladder of hoog of laag. En hij kan dat, ik vind het zo mooi verwoorden. Simpel, in bekende beeld. Hij had een vurig pleidooi voor het mbo. Het zijn een paar dingen die ik eruit wil pakken. Eentje was dat hij zei van, ik vind dat iedereen in het onderwijs het verdient om dat maximaal uit zichzelf te halen. Dat is niet eens wat hij zei, om zich maximaal te kunnen ontplooien. Om te kunnen maximaal te kunnen zijn wie die is. En hij zei daar achteraan, en dat is niet zo in ons huidige onderwijs. Dat moet anders. Ben je dat met hem eens? Vind ik nogal uitspraak. Ik ben dat met hem eens. Ja, ik denk dat, Chris zong over prestatiedruk. Ja. Laat ik eerlijk zijn, ik ben zelf ook ouder. Dat denk ik, ja, er is natuurlijk een enorme druk om bijvoorbeeld naar HAVO of VWO te gaan. Ja. Om hoger op de sociale ladder. Hoger op de ladder. En dan denk ik, ja, waarom geen VMBO? Dat is een hartstikke mooie opleiding. De HAVO, ik heb zelf HAVO gedaan, daar zat helemaal geen praktijkvak in. Nul. Als ik twee of drie praktijkvakken had gehad, denk ik dat ik heel anders naar praktische vaardigheden had gekeken. En ik vond dat hij dat terecht verwoordde, van dat hebben we in Nederland niet goed geregeld. Als je bijvoorbeeld Zwitserland kijkt, die hebben voor iedereen, leer je ook een aantal praktische vakken. Ja, dat zit gewoon standaard, in het hele onderwijssysteem. Ja, goed, dat is dus, maar eigenlijk heeft dat te maken met de waardering voor gewoon praktisch, voor ambachtelijk werk. Ja. Ja, en ik denk dat die waardering in Nederland laag is. Ik zeg, dat heeft hij niet genoemd, maar wij zeggen het wel eens als bij jou thuis. Als we zouden zeggen, er komt een jaar geen mbo'er bij je thuis. Wat doen? Nou, ik denk dat vreselijk veel mensen in de problemen zouden zitten. Ja, ja. Ik had een heel praktische vader, dus ik kom in LN, denk ik. Maar geen bakker, geen loodgieter, geen verpleegkundige. Ja. Nou ja, noem maar op alles wat er mbo is. Het is wel bijna 50% van onze boerbevolking in Twente. Ja, hij noemde zo'n voorbeeld ook, hè, dat hbo'ers met korting krijgen voor hun rijexamen. Hbo'ers wel, mbo'ers niet. Een krankzinnige situatie. Ik wist niet dat het zo was trouwens, maar dat is een krankzinnige situatie natuurlijk. Nee, ik moet eerlijk zeggen, dat had ik eigenlijk wel moeten weten, maar ik wist ook veel van die voorbeelden niet. Nee. Dus over de korting, we zijn nu bezig met de mbo-kaart, CJP-pas en zo, een beetje hetzelfde voorbeeld. Dat zou er ook voor mbo'ers moeten zijn. En tegelijkertijd denk ik wel eens, dat moet er allemaal zijn hoor. En tegelijkertijd moet je ook wel de eigenheid van de mbo'er bewaken. Dus je krijgt dan ook vaak, het openen van het cursusjaar of studiejaar moet ook iets zijn wat een mbo'er doet. Terwijl ik soms denk, ja, dat wil die mbo'er helemaal niet. Nou ja, als die daar geen belangstelling bij heeft, niet. Ja, nee, precies. Maar ik moest ook wel denken aan, als je het hebt over die waaier van mogelijkheden en niet meer in hoog en laag denken. Hoger onderwijs, lager onderwijs. Ik kwam op de basisschool zonkindjes en sterkindjes om het verschil maar een beetje te verdoezelen. Maar volgens mij doelde hij ook wel op, je wees net even naar Chris, maar op allerlei facetten die mensen maken. Artistieke aandacht voor artistieke, heel veel van het onderwijs is cognitief of praktisch. Ja. Een maatschappelijk relevant, je komt daar hoger mee op de sociale ladder. Maar dat is niet wat een mens maakt uiteindelijk. Hè. Dat gaat over veel meer dan dat. Nee, het zit een beetje in het voorbeeld, mijn voorbeeld van de boswachter en de automonteur. Ik bedoel, je hebt allerlei talenten in je en die probeer je zo goed mogelijk te ontwikkelen. En dat proberen wij ook een bijdrage aan te leveren. En Chris gaf het wel treffend aan. Wij zien bijvoorbeeld ook in de creatieve vakken. Zit hier op de Mare in Enschede.
ja, een hele bende jongeren die ook zichzelf ontdekken, die dat daar hun talenten liggen, dat ze dat willen doen. En ik denk, ja, dat zou je eigenlijk veel meer ruimte moeten geven, los van de discussie over hoge of lage of ambities. Mm-hmm. Ik kan me ook heel erg ergeren aan de discussie van ja, maar we hebben in Nederland die technici nodig. Daar ben ik ook voor, heb ik net gezegd. Maar ik vind, als je nou kijkt dat wij een podiumacademie hebben waarin 25 studenten per jaar instromen, die zichzelf ontdekken, soms switchen, echt een talent hebben. Ik denk, geef die nou de ruimte. Waarom zouden wij daar nou mee moeten stoppen? Voor dat kleine aantal jongeren op dat totaal, waar daar die ambitie ligt. Ja. En we hadden gisteren een kerstevent van onze eigen organisatie in het Wilmingtheater. Ja, die lopen daar dan rond, acteren daar, zingen daar. En ik denk, laat die talent ontplooien. Ja. Heeft het ook iets te maken met, er zijn wat onderzoeken geweest, ik heb ze nooit nageplozen, maar ik praat nu even die onderzoeken na. Dat er heel veel arbeid wordt verricht, dat eigenlijk, ja, met een beetje papier heen en weer schuiven, met een lelijk woord, de bullshitbanen. Ja, dat zijn vaak ja. HBO-banen natuurlijk, gaat nergens over. De maatschappij kan prima zonder. Maar we kunnen niet zonder die mbo'ers, we kunnen niet zonder die handjes aan het bed, we kunnen niet zonder de bakkers, ja. De loodgieters, de mensen die bij ons de boelen maken. Nee, ik denk daar zit iets zo heel onrechtvaardigs in. Ja, kijk, het moeilijke daarvan is, maar als je daar dieper op ingaat, waar ik altijd van opkijk, is als je kijkt naar ons opleidingsniveau in de 70 jaar, uit Nederland, ook in Twente. Ja. Toen was HBO, dat zei Dijkgraaf ook, HBO en wetenschappelijk onderwijs, echt een uitzondering. Hè? Toen was 90% bewijs, dat is 50 jaar geleden. Dus wij zijn enorm opgeschoold in de afgelopen jaar. En ik denk dat dat doorgeschoten is. Ik denk dat wij nu in een situatie zitten. Ja. Dat we ook HBO'ers en ook WO'ers hebben hard nodig, hoor. Daar geen discussie over. Maar misschien niet zoveel. Ik wou het zeggen, de balans mag wel weer een beetje hersteld worden. Ja. Ja. Want er moet nog wel gemaakt worden. En dat wordt wel steeds moeilijker. Ja. Hoe gaan we dat hoe gaan we dat veranderen? Ja, de pleidooi voor ambachtelijk werk. Ja, ik denk dat die verandering al bezig is. Want ik zie toch wel steeds meer. Wij zien bijvoorbeeld steeds meer mensen van de HAVO in het MBO stromen. Die toch denken, goh, ik wil wel. En dat is bij jullie niet een negatief streepje onderwijsinspectie, de afstromers, zeg maar. Nee, ik vind als je van de HAVO naar het MBO gaat, die ook vaak heel pragmatisch, dan leer ik een vak. Zeker. En ik kan altijd nog naar het HBO toe. Dus ik kan ook weer door. We zien heel veel mensen die een aantal jaar gewerkt hebben, dan toch een deeltijd HBO-opleiding gaan doen. Dus ik denk dat die omslag al een beetje aan de gang is. En heel plat, ook salaris hoort erbij. Ik bedoel, een MBO 4 technicus, die verdient een hartstikke goed salaris. En ook die waardering, de waardering uit zich ook in de muntjes. Hè? En dat hoort er ook bij. Ja, maar ook daar zou dus wel een kleine omslag in mogen plaatsvinden. Ja, hè? Als je het hebt over waardering voor ambachtelijk werk. Ja. Nou, we kunnen hierop ingaan, maar het hele geldsysteem zit ook wonderlijk in elkaar. Wat dat betreft natuurlijk. Ik wil nog even naar een ander thema. Je had het over prestatiedruk. Ik was een tijdje geleden op een avond op een van de locaties van het ROC van Twente. Het doet er niet zoveel toe welke dat was. En daar hoorde ik echt verontrustende verhalen. Gedoe op school, bijna elke dag politie over de vloer, leerkrachten. Echt, nou, ik schrok daarvan, terwijl ik best een beetje denk dat ik weet wat er speelt in de samenleving. Maar leerlingen met problemen, drugsproblemen, drank, nou noem het op. Ik schrok daarvan. En ik denk, ik wil dat toch eens even bij je neerleggen. Ja. Er is wel wat gaande onder de jeugd. Suïcide, doodsoorzaak nummer 1, dat zijn er geen honderden per jaar, maar toch. Eenzaamheid, depressies, vluchtgedrag. Maak je daar zorgen over? Ja, ik vind wel dat je ziet, ook in coronatijd is dat zelfs behoorlijk erger geworden. Ja. Dat heeft te maken met aan de ene kant met de prestatiedruk. Aan de andere kant denk ik wel eens, dat was er voor corona ook al. We hebben die prestatiedruk steeds opgebouwd. Nu noemt iedereen corona. Maar het heeft ook wel te maken met, vind ik, voeden wij nog op? Een beetje wel een hele boude uitspraak, maar ik vind dat er wel weinig. Het is wel een hoog prinses- en prinsesjesgedrag ingeslopen in onze opvoeding. En gewoon dat tegenvallers erbij horen. Dat weinig weerstand. Er horen ook tegenvallers bij. Part of life. En daar moet je ook voor wapenen. En ik vind dat wel eens, en dat ik kun niet alle ouders over in kam scheren, ik ben zelf ook ouder.
Maar ik denk dat krijgen we wel een beetje terugbetaald. En dan zitten we allemaal, dan kijken we naar een school of we kijken naar de jongeren. Maar ik denk dan wel eens, kijk ook even in de spiegel, van wat hebben wij nou de afgelopen jaren gedaan? Hebben we niet te veel verwachtingen opgebouwd? Ja, ik had daar de indruk, er waren een aantal docenten, ongelooflijk betrokken docenten en leerkrachten en mensen die daar ook wat, ik weet niet hoe die functionaris allemaal heten, maar die bezig waren met deze jongeren, ja. Specialisten, die heel oprecht betrokken waren, die volgens mij zich uit en naad werken om dat allemaal zo goed mogelijk, allemaal pleisterwerk, lappen, proberen dat toch nog bij elkaar te houden. Het onderwijs kan ook niet alles. Dat was wel ongeveer mijn conclusie. Nee. Maar het vreet wel enorm veel energie van andere dingen natuurlijk. En dit was echt dagelijks aan de orde daar. Nee, maar je hebt gelijk. Het vreet heel veel energie. Als het dan wel lukt met zo'n jongere, is het ook des te mooier. Ja, dan heb je des te meer genoegen. Maar je merkt het natuurlijk wel. We zien dat bij ons in de, we noemen dat tweede lijn, het loopbaancentrum, jongen met psychisch problemen of andere problemen. Ja, dat neemt helaas toe. Ik heb zelf in de afgelopen tijd, we hebben ook externe mentoring, dan kun je nog iemand van buiten, die kan ook nog zo'n jongere helpen begeleiden. Mm-hmm. Ik ben dat blijven doen met een paar jongeren. Ja, daar schrik ik ook wel van, die in de harde kern bij Heracles beland zijn, aan de drank geraakt zijn en helemaal afgegleden zijn. Aan de andere kant zeg ik altijd, ja, we hebben 20.000 studenten, we zijn een stad in Twente, dus we moeten ook niet onder stoel of banken zeker, dat doet zich overal voor, dus ook bij ons. We zijn gewoon een... Maar het vraagt wel heel veel van de docent en ik vind ook in... Kijk, jij vroeg net van waarbij je heel trots op, waar ik ontzettend trots op ben, is dat veel mensen die bij ons binnenkomen zeggen, goh, wat is de sfeer hier goed, relax. Wij hebben geen poortjes voor de bewaking. Natuurlijk hebben we bewaking, maar niet op die manier. Je moet er ook niet aan denken dat het nooit zo ver komt. Nee, en ik zeg wel eens, wij hebben een paar keer per jaar dat we zeggen, je moet oppassen voor anonieme ruimte, zeg ik altijd. Dus op een gegeven moment zeggen we, iedere medewerker moet gewoon iedere student aanspreken. En ik doe het zelf wel eens. Ik denk, ja, ik verbaas me er ook over de zooi die ze achterlaten. Voet op tafel, doe je dat thuis ook. Maar ik merk ook, als je ze daarop aanspreekt, krijg je vaak wel een verzoenlijk, antwoord. En ze vragen dan altijd, wie bent u dan wel? Dat hoort er ook wel een beetje bij. Dus je moet het ook met elkaar doen, vind ik. Hey, ik wil even naar Twente. Je hebt je daar heel erg voor ingezet, Twente wordt onder andere. Je noemde het net zelf ook al, hè, de relaties binnen Twente, de toekomst van Twente. En wat we dan nodig hebben, wat voor leerlingen we moeten afleveren, om maar zo te zeggen. Hoe voorspelbaar is dat hele verhaal? Want ik vind het best lastig om in de toekomst te kijken, hè? Ja. Zeker als het om maakwerk gaat, maakindustrie. Ja. Met artificial intelligence en dat soort dingen. Kunnen we dat überhaupt, denk je? Nou, ik vind het lastig voorspelbaar. Wat ik wel vind is, kijk, we hebben in Nederland heel lang geroepen, we gaan naar een diensteconomie. Hè? Dus we hoeven niks meer te maken, dan is eigenlijk allemaal klaar. Ja, ja. We zijn van teruggekomen. En ik vind het mooie van Twente dat je hebt en maakindustrie en je hebt logistiek. Dus je hebt wel een aantal sectoren dat als het aan de ene sector wat minder gaat, dan heb je de andere sectoren nog. En dat was in de tijd van de textielindustrie natuurlijk niet. Ik vind dat een ongekende mijlpaal, dat we denk anderhalf jaar terug hadden we qua werkloosheid, zaten wij als werkloosheid voor het eerst in 30 jaar weer lager dan Nederland. Ja. En ik denk dat het komt omdat we mikken op technologie, zorg, logistiek, een aantal sectoren. En als het dan ergens slecht gaat, heb je in ieder geval die andere sectoren nog. Zo werkt het ook. En dat is de beste voorspelling die ik ervan kan doen. En het valt mij altijd op dat we toch vrij, doordat we een combinatie hebben van de stedelijke en landelijke omgeving, aangenaam voorop blijven in allerlei ontwikkelingen. En dat heb je gewoon nodig. Ja, de toekomst voorspellen, dat kan inderdaad ook niet. Maar goed, tegelijkertijd, je moet nu beleid maken voor over 20, 30 jaar. En de toekomst, het gaat heel snel, hè, ontwikkelingen. Ja. En de vragen zijn heel anders ook dan vroeger. Hè, klimaat, sociale onrust. Ja. We sturen ze nogal een wereld in, hè? Ja, kijk, ik ben geen techneut, maar even ter relativering. Ik word wel eens een relativist genoemd. Maar nou, doe dat. Ik sprak een techniekdocent tegen mij die zei, ja, we moeten aan klimaat, hè. We moeten aan de slag met warmtepompen en allerlei andere dingen. En die zei, ik weet niet of ik het goed citeer, ik ben geen techneut, maar hij zei, ja, John,
Een warmtepomp, dat is een omgekeerde koelkast. Ja. Dus dat is voor ons een keuzedeeltje van 240 uur, dat is geen opleiding. Zo complex is het. Een beetje de nuchterheid van, Twentse nuchterheid van. Dus er moet wel een hele hoop gebeuren, maar ik denk ja, we moeten daar ook niet van doen alsof. Het is wel revolutionair een aantal dingen, maar er is ook veel dingen even anders doen. Het voortbouwen op iets wat we al hebben, dat is waar je het over hebt. Kijk, en als ik bij mij zonnepanelen gelegd word, spreek met die mensen die dat doen, die zeggen ja, er zit een MBO 4 iemand in de meterkast. Want dat is wel even goed weten wat je waar doet. Ja, maar er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon met handwerk die panelen leggen. Ja. Dus er moet wel veel veranderen en daar moeten we echt aandacht voor vragen. En ik vind dat we er hard in mee moeten gaan. Maar daar zijn we over het algemeen in Twente wel nuchter goed in. We toeteren dat niet zo naar buiten, misschien wel zo'n voldoende, maar ik denk wel dat we daar heel veel in doen. Ja. Wat heeft misschien tot slot, John, na 10 jaar Twente en je daarin, wat heeft Twente nodig de komende paar jaar? Wat moet er echt gebeuren? Ik vind dat we ontzettend goede ontwikkelingen hebben doorgemaakt, schetsen net weer. En dat moeten we vasthouden, vind ik. We moeten gewoon heel steady blijven bouwen aan de ontwikkeling van Twente. En zorgen dat we de bedrijvigheid hier behouden. We hebben nu bedrijven die. We hebben nu een aantal grotere bedrijven weer. 500 man, 1000 man. Ook heel veel midden- en kleinbedrijven is ook belangrijk. Maar die grotere bedrijven moeten we hier houden. En daarvoor heb je dat talent nodig. Niet alleen van de MBO hoor. Ook van HBO. Maar laten we ook de UT koesteren. Die mensen hebben ook hard nodig. Ja. En als je daarin koers houdt. Ja, dan blijft het volgens mij aangenaam wonen, werken en leven in Twente. Echt koers houden. Ja. Het geluk van Twente. Ja, bruto Twents geluk. Misschien toch nog even, want die triggert me wel. Daar is best skepsis over, hè? Over die geluk van. Wat is dan alweer voor geitenwolle sokkerig? Is dat geitenwolle sokkerig, John, of niet? Vind je niet? Nee, ik vind, kijk, je kunt, als je naar, maar dat is, moet ik het even iets laten. Als je naar Nederland kijkt, ik heb zelf ook in de Randstad gewerkt. Bruto Twents geluk. Het mooie is dat we hier aangenaam wonen, werken, leven. We hebben de ruimte, we hebben de natuur. En dat is bruto Twents geluk. En ik denk dat we dat moeten handhaven. Dus je moet niet. Ik ben voor de logistieke sector, maar in heel Twente allemaal dozen neerzetten. Dat helpt ons ook niet verder. Dus we moeten heel goed kijken waar wil je, in welke industrie wil je hebben, waar wil je een onderscheiden en hoe moeten wij die mensen opleiden. Zodat je die mix houdt van aangenaam wonen, werken en leven. En dat is mooi. En dat is bruto Twents geluk voor mij. Precies, ja. Heel praktisch. Heel praktisch, ja. Dankjewel. We gaan even naar een. Ik denk dat het een verrassingje is voor je. Oh. Maar ik hoop het toch. Dat hoop ik, ja. Heel veel succes bij je nieuwe werk en heel veel plezier tijdens je toch soort van deels pensioen. Dag schat, daar zit ik dan maar zomaar voor je. Hey pap, gefeliciteerd met je pensioen. Ik hoop dat je je tijd kunt vullen, omdat je toch wel een hoop aan het werk was. Maar ja, daar heb ik eigenlijk wel veel vertrouwen in, want je hebt genoeg hobby's. Je hebt het verdiend na al die jaren hard werken. Ik vind het fijn dat je meer bij mama kan zijn en bij de hondjes, in en rond het huis. En dat je ook meer tijd hebt voor je eigen hobby's. Wij, de kinderen en ik, zijn heel blij dat je wat rustiger aan gaat doen. Vanaf 2 februari. Maar je gaat een mooie tijd afsluiten. Een innoverende, intensieve tijd bij het ROC van Twente. Veel succes en heel veel plezier met deze nieuwe fase in je leven. Groetjes van je zoon Sven. Misschien dat er ook nog wat tijd over is om je dochter en schoonzoon te helpen klussen bij hun huis. Of misschien maar, op een hondje te passen. Dat zou ook leuk zijn. Moet dan ook genieten van. We zien elkaar snel. Kusjes. Het boek gaat dicht. Maar er komt nog veel meer vrije tijd voor ons en voor je hobby's. Dag schat, tot vanavond. Heel leuk. Ja, heel huiselijk. Dag schat, tot vanavond. Onverwacht, ja. Jouw vrouw en je 2 kinderen. Ja. Ja, die het was fijn dat ze die wilden meewerken. Ja. Die hebben we natuurlijk stiekem benaderd, dat begrijp je wel. Super, ja. ik hoor er ook wel eens, ik weet niet, misschien dat ik het nou een beetje voor drama. Ik hoor er wel eens een soort verzuchting van, hij kan nu met de hondjes gaan lopen en... Ja. Jij zult druk geweest zijn, dat zal ongetwijfeld waar zijn. Ja, nee, maar dat klinkt er ook wel door. Ik ben wel vreselijk druk geweest, vind ik zelf. Maar je maakt jezelf ook druk, hè? Ja. Ik kan ook niet stilzitten, dus dat moet ik tegen hun niet zeggen. Maar ik denk, ik ga natuurlijk niet stilzitten. Nee. Dus ik ga wel andere dingen doen die ik leuk vind. Ja, veel hobby's. Ik heb niks over je hobby's kunnen vinden. Dus vertel, wat voor hobby's heb je? Ik heb altijd veel aan sport gedaan. Dus dat klinkt voltooid verleden tijd, maar, of onvoltooid verleden tijd.
Ja, nou, je wordt wat ouder, dus fysiek wordt allemaal minder, dus dat schiet niet zo op. Nee, maar ik heb altijd veel in de bergen gedaan. Bergsport, Mont Blanc gedaan, veel bergen boven de 4000 meter vond ik altijd leuk. Dat doe ik nog met vrienden trouwens, eens in het jaar. Dus dat heb ik altijd veel gedaan. Wandelen vind ik leuk. Ik vind wat ik zei, klussen vind ik leuk. Dus een dag in de tuin werken is voor mij geen straf. Is dat nou voor de gezelligheid dat ze je uitnodigt of omdat ze... Daar kan er ook wat vaart gemaakt worden in die verbouwing daar, kennelijk, dat klussen. Ja, ik vind klussen gewoon leuk. Ja. Ik vind ook, en dat vinden zij niet zo leuk, dus dan moet ik, en dat doe ik met plezier. Sport en mountainbike een beetje en dat soort dingen. Ja. Eens een keer weer lezen en wat series kijken zou ik ook wel leuk vinden. Het wordt er echt rustiger van. Ja. Twentebord, hou je dat zul je niet aanhouden? Dat is gebonden aan je functie, dus daar stop ik mee. Dat neemt mijn collega over. Ja. Ja. Andere dingen nog die je wel vasthoudt? Ja, ik ben nog. Ik heb nog een baan voor anderhalve dag in de week. Ja. Dat is bij het College voor Toetsen en Examens. Die doet alle examinering in Nederland. Je kent het allemaal van de CITO-toets of je examens in het voortgezet onderwijs. Dus daar ben ik voorzitter van. Ik ben nog voorzitter van de Raad van Commissaris van de Woningbouwvereniging in Hengelo, wel bij ons. En doe nog wat andere toezichthouder dingen. Ja. Dus een dag of twee, drie blijf ik wel werken. Ja. En daarnaast een nieuwe fase. Ja. We gaan nog heel even de straat op, John. Doe maar. Nou, werk je hier? Ja. Hij is bestuurder. Oké. Weet je waarvan? Dat is John van de Vecht. Ja. Wat zeg je? Dat is onze directeur. Directeur? Ja, John of zo, je zit hier. Ja, dat is zo. Ik weet veel. Ja, dat is zo. Hij is voorzitter van het college van bestuur. Dat kijk, klopt. Kijk. Maar waarvan? Twente Hoes? Nee. ROC van Twente. Hij heeft gelijk, hij is bestuurder van ROC van Twente. Lekker man. Hey, maar wij spreken hem aan het eind van het jaar. Hebben jullie nog een kerst- of eindejaarsboodschap voor hem? Hij is John van de Vecht. SO naar jou, John. SO naar John. SO naar John. Je hebt het goed gedaan, jongen, en ik hoop dat je een goede opvolger vindt. Ik wens hem heel veel goed, natuurlijk. Ik werk hier nog niet zo lang, maar ik wens hem heel veel goed. Ja. John, ik wens hem ongelooflijk goed kerst, goed nieuwjaar en voor in zijn nieuwe functie straks heel veel succes. En dat hij goed op zichzelf moet passen. Nou, hele fijne kerstdagen. Bedankt voor jouw steun en helpen van deze school. En veel succes in je verdere leven. Dat is mijn bericht. Ja, wat een kerel. En hebben jullie er veel werk van gemaakt. Ja joh, vergis je niet. Ja. Ja. We steken hier kosten nog moeite worden gespaard, John. Wat is jouw liefste wens voor het komende jaar? Het liefste wens voor het komende jaar? Goh, er overval je mee. Moet even kijken. Laat ik zeggen dat we corona vrij blijven. Dat klinkt misschien raar, maar dat we een beetje de dingen die we in coronatijd verloren zijn kunnen blijven opbouwen. Sociaal contact, gewoon dingen weer doen. Dan zou ik heel blij zijn als we dat kunnen volhouden. Ik sluit me daar van harte bij aan. Ik wens jou een fantastisch nieuw jaar toe. Dankjewel. Een nieuw tijdperk. Nou, kijken wat het wordt. Als er wat bijzonders is, moet je vooral meld je. Maar heel veel geluk, gezondheid. En dan was dit het voor dit jaar. 1 Twente het jaar. Deze aflevering is vanavond terug te zien op televisie om 8 uur, 10 uur, 12 uur. Dan gaat dat zo door. Alle afleveringen is met Frank Raken, met Mico Steuben, met Angelique Kunst en met John van der Vecht. We staan waarschijnlijk tot een eeuwigheid op al onze internetkanalen. Kan je allemaal terugzien. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende.